Hey allemaal, het is nu 9:30 en ik ben nog altijd aan het inpakken. En ik ben al net begonnen om eerlijk te zijn, want ik kan niet zo goed op tijd inpakken. Daar ben ik echt super slecht in. Maar straks vertrek ik met mijn jongere broer op een Surprise Me reis. Voor degenen die dat niet kennen, dat is eigenlijk een reisorganisatie die voor u een tripje boeken naarmate een budget dat jij bepaalt. En je weet eigenlijk pas de locatie op de luchthaven. Dus we hebben tot nu toe een weerbericht gekregen, zodat we weten waar we moeten inpakken. En we worden om 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven. Dus het is wel een beetje spannend. Ik vind het inpakken wel een beetje moeilijk, want de temperaturen blijven op zich hetzelfde, maar het weer niet. Dus ik ga gewoon een beetje van alles meenemen in de hoop dat ik het allemaal kan gebruiken. Maar dat sowieso niet, want ik neem altijd veel te veel mee. Dus ja, nu ga ik mijn spullen naar beneden nemen om in een trolley te steken en dan mijn toiletgrief nemen. En dan zijn we zo wel eens klaar. Nu onderweg naar Antwerpen Centraal om onze trein te nemen naar Zaventem. Kijk eens even, hoi! We hebben er kei veel zin in. Dus ja, ik neem jullie even mee. Volledig ingecheckt en klaar voor onze vlucht naar Milaan. En we stijgen zo dadelijk op. Dus ik ga jullie wat meenemen op de vlucht en dan zie ik jullie in Milaan. Het ziet er allemaal heel proper uit en zo, dus daar ben ik wel blij om. Dus nu gaan we even wat uitpakken en zo, en dan gaan we iets zoeken om te eten. Goedemorgen, we hebben net goed ontbeten en we zijn nu onderweg richting de kathedraal. En we zijn ook nu door een kei mooi park aan het wandelen. Het is ook lekker warm, het is nu 16 graden. Dus het is echt gewoon t-shirtjes weer. En ja, echt super fijn. Dus de kathedraal is een half uurtje wandelen ongeveer. En ja, ik heb er wel zin in om alles te zien. Thank you.
Lukt het nog? H&M die ik al heb gezien. Keiveel mooie items, super mooie kleuren. Ja, dus we moesten even shoppen. Dus Vigo is momenteel even wat outfits aanpassen die ik voor hem heb uitgekozen. Dus hopelijk vindt hij wat dingen leuk. Ik heb zelf ook al wat gekozen, dus yay! We staan hier nu in de Ferrari winkel en dit is de auto waar Michael Schumacher geweest. Dus wel heel cool. Ik heb wat merch gekocht omdat dat wel nodig was. Maar ik ben echt helemaal in mijn element. Het is ook een super mooie winkel en echt vlakbij het centrum van Milaan. Dus echt heel vet. Ik ben echt overdonderd van wat hier allemaal staat. Hotelkamer. Ik heb even iets comfortabel aangetrokken, want we gaan even uitrusten en een restaurantje zoeken voor vanavond, want het is ook jammer genoeg onze laatste avond. Dus ja, het was echt een heel fijne dag, heel mooie dingen gezien, ook qua geshopt en zo, dus dat was wel leuk. Het is echt wel een citytrip hoe dat het hoort te zijn. En ja, dat was het een beetje. We zijn nu onderweg naar een restaurantje op 20 minuten stappen van ons hotel. Want Vigo had heel veel zin in pasta. Dus daar heb ik daar specifiek wat naar gezocht. Dus ja, we zullen zien hoe dat lekker is of niet. In de tuin van het hotel. En zo dadelijk gaan we dan naar de kamers en onze koffers maken en zo. Dus ja, het zit erop voor ons. Voilà, we zijn ermee weg. Doei! Ingecheckt, we hebben gegeten en nu gaan we richting onze gate voor onze vlieger naar Brussel. En het was ja, het was wel leuk.
een streepje naar Milaan zit erop. Ik heb er alvast super hard van genoten, ook omdat ik het nog eens super leuk vond om nog eens een keertje weg te zijn. En mijn broer ook, want het was de eerste keer dat hij echt zonder onze ouders op reis ging. Dus ja, ik vond het super tof om met hem dat te doen en met hem dat te delen. Moest je deze video leuk vinden, geef hem zeker een thumbs up. En dan zie ik jullie heel snel.